vaak. Is mijn vrouwendingetje. Zullen mannen dat ook hebben? En ik heb, als ik een beetje zo beweeg, ik heb echt nog steeds last van mijn lijf, mijn lichaam. Oké, people. Lieve, lieve, mooie vrouwen. Het zijn alleen maar vrouwen vanavond, hè? Ik heb deze week weer een man reading voor moeten doen. En dan vind ik het ook heel bijzonder dat de mannen, dat zijn dan wel de meest ontwaakte mannen dan. Die zitten dan precies in dezelfde fases als wij zitten. Die maken dezelfde, exact dezelfde dingen mee. Krijgen ook niet hun tweelingziel uit hun gedachten. Weet je, dat ik echt denk van ja, er moet dan toch één cure zijn. Er moet toch één oplossing zijn, hè? Maar goed, dat dus niet. Ik ga toch nog even aan mijn beeld zitten. Eén stukje omhoog. Even kijken hoe dit zit. Is dat beter? Dan moet ik weer even wachten, want ik heb wat vertraging. Hoe ziet dit eruit? Ja. Oké, ladies. Oh ja, één man. Hoi, man. Fijn dat je er bent. Even wat masculine, masculine. Nee hoor. Nee. Oké. Ik doe even mijn mail hierop uit. We gaan... Goedenavond. Welkom op vandaag, 10-10. Hele mooie datum. En dit is een portaal. En op 11-11 is er ook nog een portaal. En op 12-12 is er ook een portaal. En ik wil in ieder geval op al deze drie de portalen wil ik wat doen met de energie. En ja, ik ga kijken of ik het volgend jaar ook het hele jaar door ga doen. Maar in ieder geval deze drie, die vind ik zo belangrijk. Want we gaan van een 1, vervolgens gaan we naar een 2 of meestal getal 11. En daarna naar 3. En het is een hele mooie reeks, die 1, 2, 3. Want 1 staat als het ware voor de creatie, een nieuw begin. 2, of meestal getal 11, gaat ook natuurlijk over een nieuw begin. Maar het gaat dus ook over kijken naar jezelf. Kijken naar de, ja, de both sides of being, noem ik het altijd. En vervolgens gaan we naar 3. En dan integreren we eigenlijk de 1 en de 2. En dan krijg je dus 3. En 3 gaat altijd over... eenheid in de body, mind en spirit. Oké? En dan nummer 4 zou dan ook mooi zijn. Want dat betekent dat je het gaat materialiseren. Dus materialiseren, ja. Dus dan ga je 1, 2 en 3. Dus body, mind en spirit zijn dan in eenheid. En vervolgens komt er dan iets in jouw externe wereld. Dat is dan het product van het feit dat body, mind en spirit in eenheid zijn. Hè? Dus daarom vind ik altijd die cijfercombinatie altijd heel mooi. Van de 1, 2, 3. We starten vandaag met 1. 1 staat voor een nieuw begin. 0 heeft onder andere te maken, noemen ze ook heel vaak het goddelijke getal. Hè? Want het is eigenlijk 0 is niks, maar ook weer alles. Oneindigheid, oneindig potentieel, dat is wat jij bent. Dus ja, volgens mij heb ik dat ook in de vraag gesteld. Hè? Wat laat je achter bij de eerste post? Hè? Of volgens mij, wat laat je achter? En waar, ga je de komende periode focussen? Wat ga je creëren? Oké, ik zit weer niet lekker. Dus dat is wat we vanavond gaan doen. Voordat ik dat ga doen, wil ik iedereen nogmaals welkom heten. Ik heb sinds dat weer, het was eerst hier zon en daarna sloeg het weer over. En sindsdien heb ik hoofdpijn. En dat heb ik wel eens vaker. Very well, heel goed. Dan voel ik gewoon als het weer omslaat, dan krijg ik gewoon echt druk in mijn hoofd. Dus ik heb een beetje hoofdpijn, maar voor de rest voel ik me hartstikke goed. Beetje verdrietig naar mijn actie met mijn... Ja, dat snap ik. En laat het verdriet er ook gewoon zijn. Ik hoop dat deze sessie gaat bijdragen aan dat we dingen los kunnen maken. Ja, zoals het altijd, meestal met mij gaat, is dat ik dinsdag kreeg ik dan het briljant idee om live te komen vandaag. Om aan de slag te gaan met de... 7 grote energiecentrums, onze chakra's. En tot aan een 2 uur hiervoor wist ik mijn god niet wat we gingen doen.
En ik wist alleen maar dat ik dit moest gaan doen. Dat ik werd geleid door, ja, door een hogere macht. Dus ik ben even gaan intunen en ik ben even gaan zitten. En ik vroeg aan onze creator wat ik vanavond met jullie mag gaan doen. En kijkend naar de tweelingzielenconnectie. Hè? Het verschil tussen de tweelingzielenconnectie met een soulmate of met een karmisch is, je hebt geen keus. Hij of zij, daar ben je mee gematcht. Hè? Samen zijn jullie één. Okay? Goed, nu zijn er theorieën over hoe tweelingzielen zijn ontstaan. Ik ga me daar niet eens aan wagen. Want ik was er niet bij. Hè? Ik was er niet bij. De een zegt, er was één ijs of één cel of iets dat werd gesplitst. De andere zegt, het waren stralen van licht. Weet je, het maakt wat mij betreft, dat is mijn mening, maakt het niet eens uit hoe het is ontstaan. Wat ik wel weet met zekerheid, is dat het bestaat. Door mijn eigen ervaring, door jullie, door andere dingen wat ik lees, mensen die ik spreek. En ten tweede, het is een energetische connectie. Het is een spirituele connectie, maar vooral ook een energetische connectie. En het is nogal heel heftig in de energie. Dat herkennen jullie allemaal vast wel. Als je tweelingziel ontmoet, vooral de eerste paar keer, waarschijnlijk nu nog steeds. Dan kan het zijn dat je hem of haar aankijkt en dan stopt. Hè, dan is de rest van de wereld is er dan niet meer. Dan stopt alles als het ware om je heen. Maar ook als jullie samen zijn, dat hoe fijn je kan voelen, hoe compleet je jezelf als het ware kan voelen. En nog, zo zijn er nog meer tekenen, lichamelijk, maar vooral energetisch, ook de seksuele aantrekkingskracht. Sowieso als jullie samen zijn, lijkt er alsof een soort mooie aura van licht, nog een versterkende aura van licht, om jullie heen zijn, om ons heen zijn. En daarnaast is het een missie die elke tweelingziel heeft meegekregen, op het moment dat ze incarneren hier op aarde, is om de trilling van de aarde te verhogen. Daar geloof ik wel in. Oké? Okay? Als het goed is, hebben we allemaal meegemaakt. Al de zogenaamde toevalligheden. Dat je je tweelingziel ontmoet. Dat je hem of haar op afstand voelt. Dat je wordt getriggerd. Dus de energie, de intensiteit van de energie is zowel positief aanwezig. Hè, dat is dat overwhelming, heerlijke gevoel. Maar ook, negatief wil ik het niet noemen, maar ook als het gaat om de pijnen, is het energetisch gewoon heel sterk. De pijnen die je voelt als je tweelingziel er niet is, of als hij of zij jou triggert. En dan moet je je dus voorstellen dat jouw tweelingziel heeft hetzelfde. Alleen, dat zei ik toevallig gisteren ook tegen een klant, en dat zeg ik wel eens vaker. Kijk, wij hebben elkaar, als wij ergens last van hebben, wij boeken een reading. We gaan ons richten tot de aartsengelen. We hebben een community. We gaan lezen erover. We gaan aan de slag met onze stenen. We doen een healing. We doen reiki. Hè? Om ons beter te voelen. Om hè, aan onszelf te werken. Zij hebben dat meestal niet. Zij voelen de intensiteit van de connectie. Snappen heel vaak niet zo goed wat dat is. Want op onbewust niveau hun innerlijk weten. Die zegt hun wat het is. Alleen hierboven op bewust niveau kunnen ze er niet altijd een logisch verhaal van maken. En vooral dus als er bijvoorbeeld sprake is van leeftijdsverschil, culturele achtergrond, of hij zit in een relatie, of jij zit in een relatie. Weet je, dat zijn allemaal zaken die het moeilijker maken. Nu heb ik maar een paar voorbeelden genoemd en het zijn er echt heel veel. Waardoor het nog makkelijker voor hun is om als het ware weg te lopen, om niet te geloven dat het echt is wat ze voelen. Daarnaast, de meeste van de tweelingzielen, jullie tweelingzielen, ook mijn tweelingziel, die leiden een heel aards leven. En die zijn als het ware geconditioneerd dat onvoorwaardelijke liefde, ja, dat kennen ze niet zo goed. En dan ontmoeten ze dus jou. En dan sta je voor ze. En ineens voelen ze dus die energetische, ja, magnetische aantrekkingskracht. En voelen ze ineens wat liefde is. Ja, wat ga je dan doen?
Je weet niet wat je ermee kan doen. Je weet niet hoe je ermee om moet gaan. Je weet niet of het echt is. Dus voor hun is het ook heel verwarrend. En ik zeg dat niet om goed te praten van hoe zij zich vervolgens gaan gedragen. Maar ik wil alleen maar een stukje bewustwording meegeven over de intensiteit die jullie beiden voelen in de energieën. En daar komt dus, en dat is dus wat het verschil ook tussen een karmische en een soulmate bijvoorbeeld. Hè. Bij een soulmate relatie heeft een houdbaarheidsdatum. Soms blijf je je hele leven met je soulmate tot de dood je scheidt. Maar je tweelingziel komt elke keer met je mee. In elke levens incarneert hij mee. Of als je tweelingziel naar een andere, ja, naar het hiernamaals is bijvoorbeeld. En nog steeds zijn jullie samen. Jullie zijn altijd met elkaar verbonden. Een karmische relatie weer heeft te maken met iets karma wat je moet oplossen uit een vorig leven. Dus dat kom je in dit leven met elkaar oplossen en daarna is het klaar. Het vervelende is dat we heel vaak blijven hangen bij die karmische relatie. En vaak zijn karmische relaties ook de narcistische relaties die we kennen. Waar we van mogen leren. Maar altijd als iets is vervuld, ga je weer verder. Met je tweelingziel blijf je altijd, maar ook altijd met elkaar verbonden. Ja, los van alle andere lichamelijke sensaties die je hebt, die anders zijn dan in die andere relaties. Ben je altijd één met je tweelingziel. En zo komen dus ook de chakras om de hoek kijken. Dus ik heb aan jullie meegegeven, zo'n stukje coaching wat je op jezelf kunt toepassen. Een soort van chakra blauwdruk, energie blauwdruk. Blueprint, waar je de komende periode op kunt gaan focussen. Per chakra, we zijn begonnen met de basischakra waar je aan kunt werken, is echt reinigen, cleansen, zuiveren. Tweede chakra, sacrale chakra, gaat over het geven, het maar willen geven, 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 geven en eigenlijk niks ontvangen. De solar plexus chakra was leven in het hier en nu, dus in het moment, maar ook luisteren naar naar je eigen stem. Maar ook de tekenen die je krijgt van het universum. Ze leren interpreteren. Hè? Dan weet je dus tenminste ook waar het over gaat. Maar ook kijken naar je dromen en input halen uit je dromen. En weet je, ik onthoud bijna al mijn dromen. Maar de meeste mensen, een groot deel van de mensen onthoudt niet hun dromen. Dus ik zou echt wel een pen en papier of zo, of op je telefoon, vooral als je hebt gedroomd, schrijf het op. Want ook dan weer ga je een patroon zien. Als het gaat om je hartchakra, is het belangrijk dat je ervan bewust bent dat je altijd verbonden bent. Heel chakra is belangrijk om je grenzen na te leven, maar ook om hulp te vragen. En dus jezelf uitspreken. Als het gaat om je derde oogchakra, is het belangrijk dat je dicht bij je kern blijft. Dus niet laten leiden door, ik noem dat die chatterbox hierboven, hè? En door alles wat er om je heen gebeurt. Maar dat je echt naar binnen durft te keren om te kunnen blijven connecten met je intuïtie. En vergeven. Jezelf vergeven, maar ook anderen vergeven. Maar echt goed op jezelf toch letten. En als het gaat om de kruinchakra, de komende periode, investeren in vertrouwen. Vertrouwen hebben in jezelf, vertrouwen hebben in de connectie, vertrouwen hebben in het leven. En daar wil ik wel een kanttekening bij maken. Dat betekent niet dat je luchtkastelen moet gaan bouwen. Hè? Toevallig had ik een klant en toen op een gegeven moment zei ik ook tegen haar het is best heftig als je elke keer een soort van eigen realiteit gaat creëren in de connectie. Waarbij je al weet dat het niet gaat gebeuren. Dus daar heb ik het niet over. Het gaat over vertrouwen hebben in de connectie zonder dat je jezelf hebt de verwachting heb uitgesproken bijvoorbeeld over wanneer jullie bij elkaar komen. Of dat hij voor jou moet kiezen, et cetera. Nee, het gaat gewoon om vertrouwen hebben in de connectie vanuit je eigen oogpunt bezien. Dus ook vertrouwen hebben in jezelf. Verder de komende periode als het gaat om de basischakra. Is dat je meer mag gaan verbinden en mag gaan meer overvloed in je leven mag gaan halen. Als het gaat om je tweede chakra, sacrale chakra, veel meer plezier maken, blijdschap. Je derde chakra, dus solar plexus chakra, veel meer in je eigen kracht gaan staan. Veel meer investeren in jezelf, empoweren. Als het gaat om de hartchakra, is een gevoel van gelukzaligheid in investeren. En eenheid, jezelf ook eenheid voelen. En wat ik net al zei, is kijk naar de dingen die je dagelijks kunt doen, zodat je je goed voelt. Want
Ik weet dat ik dat nodig heb. En als het universum dus merkt in je energie. Sowieso mensen om je heen gaan het ook zien in je energie. Maar dan gaat het universum je nog meer geven van alles wat goed is. Als het gaat om je keelchakra, wees loyaal aan jezelf. En als het gaat om je derde oogchakra, is investeren in liefde. Maar ook vanuit liefde, met zachte ogen, liefdevolle ogen naar jezelf blijven kijken en naar alles om je heen. Betekent niet dat je over je heen moet laten lopen of dat je mensen je slecht moet behandelen. Dat zeg ik niet. Absoluut niet. Maar stel jezelf wat vaker de vraag, wat zou liefde doen? Vind ik altijd een hele mooie vraag. Heb ik ook van Abraham Hicks. En tot slot, als het gaat om je kruinchakra, kijk eens naar wat meer in harmonie mag zijn in je leven. Dit is jouw chakra blueprint als het gaat om de komende periode tot aan de volgende. Ik moet even kijken, want volgens mij zijn we al over tijd heen. Ja, dit is de chakra blueprint waar je aan kunt gaan werken voor de komende periode in de tweelingzielenconnectie. Ik ben heel benieuwd wat er voor jou uit gaat komen. Ik weet zeker dat als je hiermee aan de slag gaat. En wat ik doe natuurlijk op kleinschalig niveau binnen mijn coachingstrajecten. Doe ik dit soort dingen ook met de vrouwen. Dus doe ik het 1-op-1. En voor mezelf doe ik het ook nog steeds. Maar wat ik in ieder geval bij mezelf merk. Is dat dingen gaan veranderen in mijn energie. Maar het is wel de weg van de lange adem. Het is niet nu vandaag even iets doen en daarna niks meer doen. Ik zeg niet dat je elke dag iets hoeft te doen, maar consequent, dus regelmatig erin blijven investeren. En dan ga je echt wel resultaten zien. Echt waar. En op een gegeven moment hoef je niet eens meer zo actief hiermee bezig te zijn. Want dan zit het zo ingebakken in jouw blueprint ook, in je energie, dat dingen vanzelf gaan. Heel veel dingen hoef ik niet eens meer te doen. Dat is zo fijn, want daar heb ik al in geïnvesteerd.